We zijn hier op de afdeling neonatologie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. We hebben hier de nieuwe zonnevoedingshouder zoals ontwikkeld is door de studenten van de hogeschool in co-creatie met verpleegkundigen van het Sophia Kinderziekenhuis. Dit is de oude methode. Met leukoplast wordt de zondehouder vastgeplakt aan het bed. Dit is de zondevoedingshouder zoals studenten ontwikkeld hebben. Goed schoon te maken. Alle spuiten van 2 tot en met 50 milliliter kunnen erin. Hij kan hoger en lager gezet worden afhankelijk van de inloopsnelheid die gewenst is. We zijn 3 jaar geleden begonnen om problemen die zich voordoen onder verpleegkundigen en zorgassistenten, maar ook bij artsen, om die met middels techniek op te lossen in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Zij komen met mogelijke oplossingen die steeds in co-creatie met de professionals wordt gecheckt. Is dit wat wij willen? Is dit wat ons helpt? Dit is de ampullenbreker met een zachte kant waarbij de ampulkop blijft staan. Dus je duwt hem erop en brukt hem naar beneden toe. De kop blijft staan in de ampullenbreker. Je zit niet aan scherpe delen. Je hoeft alleen maar zo boven de naaldenbeker uit te duwen. En je hebt veilig je ampul geopend. Mijn toekomstbeeld is dat die zorgtechnologie steeds groter wordt. Dus niet beperkt tot alleen het Erasmus MC, maar ook daarbuiten. Dus zo ben ik steeds bezig om contact te leggen van mensen die willen participeren in dit project. En dat werkt voor mij zeer enthousiasmerend, omdat de partijen die ik spreek, ook van de IBMG die de wetenschappelijke kanten gaan onderzoeken, daar ontzettend enthousiast over zijn. En ik vind het zo'n mooi project. Ik zou dit graag ook over Nederland willen verspreiden en een leider willen zijn op het gebied van zorgtechnologie voor verpleegkundigen.